Hallo, vandaag gaan we de beroemde partij van Morphy naspelen. Morphy is wit. Daar gaan we. E4. E5. Paard F3. D6. Vier door verdediging. D4. En loper G4. Loper G4 blijkt een niet zo goede zet. En mijn vraag aan u is, waarom eigenlijk niet? Met andere woorden, hoe gaat dit verder? Oké, u heeft daar even over kunnen nadenken. Dit ging in ieder geval verder met de sterkste zet, D-maal E5. Stel, de zwart slaat gewoon de pion terug. Dat is niet zo goed, want dan kun je gewoon de dame pakken. Schaak. De rokade moet opge. Ja, zwart mag niet meer rokeren. Bovendien verliest zwart nu een belangrijke centrumpion. Dit is niet zo gunstig. We gaan even terug naar loper G4. Thema E5 dus. Heeft zwart dan iets beters? Jawel, jawel. Hij kan slaan op F3. Dat gebeurt ook. Loper maal F3. Wit pakt terug. Dame alle 3. En nu kan zwart weer de pion terugpakken. Hij heeft geen pion verloren. Echter, zijn stelling is niet zo lekker. Loper C4. Een beetje primitieve aanval op F7. Maar wel effectief. Zwart speelt namelijk paard F6. En aan de kijker de vraag: kunt u een dubbele aanval ontdekken? Ja, als u even heeft nagedacht, dan geef ik hier het goede antwoord. Morphy speelt hier dame B3 met aanval op F7 en B7. Ja, daar moet zwart iets mee doen. Hij kan ze niet allebei tegelijk verdedigen, maar F7 lijkt me de belangrijkste, dus de tegenstander van Morphy speelt dame E7. Oké, nu kan je op B7 pakken. En daar is niks mis mee eigenlijk. Maar Morphy vond ontwikkelen belangrijker en speelde hier paard C3. Zwart speelt C6 en dekt daarmee ook zijn pion op B7 nu. Wit gaat verder met ontwikkelen. Loper G5 pent het paard op F6. En ja, zwart heeft eigenlijk al heel weinig zetten in deze stelling. Paard D7 kan bijvoorbeeld heel moeilijk, omdat dan weer de pion op B7 niet gedekt staat. Dus we probeerden zwart de pion B5 om stukken van wit een beetje terug te dringen. Hier sloeg echter Morphy al meteen toe. Heel verrassend. Offerde hij hier zijn paard op B5. Een hele mooie zet. Kijk eens wat er gebeurt. Hij slaat terug op B5 en loopt hem al B5 schaak. Oké, het paard kan er nog tussen en het paard op B8 kan er nog tussen. Andere paard staat gepend. Paard D7. Hoe kan wit nu zijn nog meer stukken in de aanval krijgen? Wit speelde hier lange rokade. Toren zijn meteen verbonden en de toren op D1. Die kijkt natuurlijk ook mooi op het paard. Op D7. Het dreigt nu gepakt te worden. Hè? Toren op D7. En veel materiaal gaat verloren voor zwart. Dus zwart moet niet dekken. Toren D8. Alle stukken van zwart staan een beetje op een kluitje. Kan wit nog zijn stelling verbeteren? De druk verhogen? Jawel! En Morphy speelde hier de fantastische zet toren maal D7. Zwart kan alleen maar terugslaan met de toren. Andere stukken verliezen meer materiaal. Toren D7. En het laatste stuk komt in de aanval. Toren D1.
En zwart probeerde nog een beetje uit die penningen te komen. Hij speelde nog dame e6. En nu sloeg Morphy toe. En is alweer bijna mat. Kijk hoe het gaat. Loper d7 schaak. Paard d7. Nou, de kijker mag even zoeken naar het mat. Oké, je hebt het natuurlijk allemaal gezien. De laatste stukken gaat Morphy mat zetten. Hij offert nog even zijn dame. Kijk nu even. Dame b8 schaak. Zwart moet terugnemen met paard. En dan de combinatie loper en toren. Mat gezet. Dit was het einde van een fantastische partij.